Ja, met 5 baby's in dezelfde wijk is het natuurlijk extra vervelend als je het verkeerde babybezoek aan de deur krijgt. Maar daarop hebben ze hier in de Mortel een speciale oplossing bedacht, namelijk 1 groot geboortebord voor de hele straat. En daarop wordt iedereen naar het juiste adres genavigeerd. En namens Omroep Brabant ga ik met een kleinigheidje op bezoek bij de pasgeboren baby's. En de eerste is de kleine van de koning. Hallo, gefeliciteerd met de geboorte van Mees. Ja, namens Omroep Brabant een bloemetje. Nou, dankjewel. Met z'n 11, ja, samen in 1 wijk allemaal een baby gekregen. Ja, hoe kan zoiets? Ja, hoe kan zoiets? Het zal van een gezellig buurfeestje geweest zijn, denk ik, een paar maanden geleden. Hallo, wij zijn van Omroep Brabant. Hallo. Jij krijgt volgens mij het eerste meisje van de straat. Ja, dat klopt, ja. Als het goed is wel. Dat wordt dadelijk vechten voor al die jongetjes. Ik denk dat ze heel veel chance krijgt dadelijk, ja. Dan komt het de volgende van de reeks van 11, 12 kindjes. Ja, het is een hele happening in de straatje en wel superleuk natuurlijk. Hoe kan zoiets nou? Ik zeg, ze zeggen een gezellig buurtfeestje, hè, zeggen ze. Maar wij waren er niet bij, dus dat betreft... Jullie hadden last van de stroomstoring? Denk het, ja. Zou het allemaal bij houden. En is het nou ook zo met zoveel nieuwe kindjes in de wijk, om maar even zo te zeggen, met z'n allen tegelijk gaan shoppen? Dit is tot nu toe nog niet gebeurd, maar misschien dat we dat eens een keer kunnen gaan voorstellen aan alle dames. Ik kan me zomaar voorstellen dat je groepskorting krijgt. Ja, wie weet, is inderdaad een goed idee. We moeten zoveel gaan hebben. Stijn is nog maar een paar dagen oud. 2 dagen oud, vanaf afgelopen dinsdagmiddag. Ja. En dan tegelijkertijd met je schoonzusje. Ja, 18 dagen verschil. Dat is wel heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. We waren 18 dagen naar elkaar uitgesteld en 18 dagen naar elkaar geboren. Dus heel bijzonder, ja. Toch wel een gekke gebeurtenis zo met z'n allen tegelijk. Ja, inderdaad. Dat was ook wel heel spannend wie de volgende zou zijn steeds. Maar ja, wel heel erg leuk. Ja. En het volgende buurtfeest, wanneer staat dat nog gepland? Het staat gepland in september, dus wie weet wat er volgend jaar weer allemaal gebeurt. Ja.